In deze aflevering van HardInfo TV, de Lenovo ThinkVision LT2934Z monitor. Welkom bij HardInfo TV. We hebben bij HardInfo de nodige 21 staat tot 9 monitoren getest. En aangezien ze allemaal op exact hetzelfde LG-paneel gebaseerd zijn, is het voor fabrikanten moeilijk om zich van elkaar te differentiëren. Lenovo doet er echter een goede poging mee met de ThinkVision LT2934Z. Want dat is, net als al die anderen, ook in een 21 staat tot 9 scherm, wel met een paar heel bijzondere extra features. Ja, dat mag je wel zeggen. Het is inderdaad een hele mond vol. Maar Lenovo heeft er wel degelijk iets van gemaakt. Deze monitor is namelijk voorzien van een webcam met ingebouwde microfoons. Hij is in hoogte verstelbaar, dat zijn ze ook lang niet allemaal. Ingebouwde speakers. Er zit niet één, maar twee USB-hubs in, waarvan eentje ook nog een leuke truc onder de knie heeft. Dus het is een heel compleet model. Ja, en dan het meest belangrijke wat toch wel echt uniek is. Het is een monitor met een ingebouwde KVM-switch. Je kunt er in tegenstelling tot de meeste monitoren niet één, maar twee PC's op aansluiten. En dan hebben we het niet alleen over beeld, maar dat is ook gewoon over toetsenbord en muis. Ja, exact. Want de meeste monitoren hebben natuurlijk tegenwoordig meerdere inputs. Maar deze heeft er echt heel veel. Zo zitten er twee HDMI-poorten op. Er zit een DisplayPort op, VGA. Ook een DisplayPort uitgang. Dus je kan hem doorlussen via DisplayPort 1.2. Ja. Maar de grap is dus dat als je twee systemen of een systeem en een Blu-ray-speler hebt aangesloten, dat je die gelijktijdig kan weergeven. Nou, dat doet een handvol ook nog. Ja. Maar het aardige is dat hier dus een USB-hub in zit waar je een muis en toetsenbord op kan aansluiten. Ja, en je sluit het muis en toetsenbord dus rechtstreeks aan op het scherm. Van het scherm gaan we USB-kabels naar beide systemen. En dan kun je dus schakelen. Je kunt dus met de knop op het scherm zeggen, ik wil nu systeem 1 of systeem 2 gebruiken. En heb je het beeld. Heb je ook direct gewoon je toetsenbord en je muis verbonden met het betreffende systeem. Maar juist het feit dat je ook meerdere systemen tegelijkertijd in beeld kunt brengen, zoals hier, daar kun je wel echt leuke trucjes mee doen. Je kan natuurlijk gewoon twee systemen tegelijk in de gaten houden. Het is overigens niet zo dat je met één knop ook van beeld kan wisselen. Dat is een beetje jammer. Ja. Maar daar heeft Lenovo wel wat aardigs op verzonnen. Namelijk dat je dus het beeld naast elkaar kan zetten. Of je kan ook picture-in-picture doen. Wat we natuurlijk al jaren van tv kennen. Maar dat kan op drie formaten. En dan kun je verschillende bronnen in een hoek weergeven. En dat kan je eigenlijk helemaal naar eigen inzicht configureren. Er zitten wel wat beperkingen aan. Ja, maar zoals hier, want hier maken ze dus eigenlijk gewoon goed gebruik van het feit dat zo'n 21:9 scherm zo onwijs breed is. Je kunt gewoon het beeld van twee schermen naast elkaar zetten. En dat is misschien handig als je bepaalde dingen in de gaten wil houden of toch echt gewoon met twee dingen tegelijkertijd bezig moet zijn. Ja, we hebben dat al vaker gezegd. Dit zijn feitelijk twee 5x4 resoluties naast elkaar. Ja. Dat is eigenlijk ideaal als je dus ook twee afzonderlijke dingen echt gescheiden van elkaar wil in de gaten houden. Ja, ja, hoe nuttig is dat? Voor particulieren niet heel erg, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat iemand met een workstation aan één kant en een laptop aan de andere kant op die manier toch twee systemen tegelijk kan beheren. Een systeembeheerder die misschien een server of een workstation heeft staan. Er zijn wel wat scenario's te verzinnen. Ja, of een professionele gebruiker die misschien een renderingssysteem heeft en een renderingjob in de gaten wil houden op een tweede systeem. Er zijn natuurlijk genoeg dingen te bedenken. Wat ons wel opvalt is dat er qua resoluties wel nog een beetje hier en daar wat geklooi is, om het zo maar te zeggen. Want niet alle resoluties worden even netjes ondersteund. En eigenlijk zou je zeggen, nou, idealiter zou je vanaf twee systemen exact de helft van het scherm op, zeg maar, op die halve resolutie pixel perfect aansturen. Maar dat is blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, we hebben het even met een handvol laptops geprobeerd. En heel erg soepel werkt het allemaal niet. Zoals ik zei, er zijn wat beperkingen. In de eerste plaats kun je niet iedere selectie van inputs op dezelfde manier naast elkaar zetten. Zo is er, met DisplayPort moet meestal gecombineerd worden met iets anders. Ja. Maar twee keer HDMI is al lastiger bijvoorbeeld. Hij heeft ook nog MHL, dus dat kan je ook weer combineren. Nou ja, er is een hele kruistabel in de handleiding, daar moet je echt even induiken. Ja. Misschien die handleiding ook maar even downloaden voordat je het scherm daadwerkelijk koopt of wat jij wil doen wel überhaupt mogelijk is. Bijvoorbeeld als je twee systemen hebt die alleen maar HDMI uit hebben, dan is dit misschien niet de beste keus. Ja. Ik zou sowieso eerlijk gezegd die picture-in-picture modus gebruiken, want dan heb je gewoon ergens een klein schermpje en dan heb je dat hele grote veld voor je hoofdtoepassing, dat is veel handiger. En dat heb je dan ook gewoon rood pixel perfect vanaf het hoofdsysteem, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld zou willen doen is eigenlijk 2x 1280 bij 1024 zo beeldvullend mogelijk naast elkaar. Nou ja, dat is ons nog niet gelukt. Ja, nou dan tot nog even de rest van die wat zakelijke features. Je zelf in hoogte verstelbaar, maar bijvoorbeeld ook de webcam, dat is wel echt een beter exemplaar dan dat we op de meeste schermen tegenkomen.
komen. Ja, ja, de meeste schermen hebben helemaal geen webcam. Philips heeft dat in een paar modellen. Ja. Het is eigenlijk een beetje gek, want de meeste laptops hebben dat standaard ingebouwd. Dus waarom zou je dat ding nog los kopen? Ja. Dus ja, ik vind dat wel een mooie feature. Dit is een Full HD exemplaar waar bovendien ook nog eens een keer twee microfoons in zitten. Zodat je noise cancelling kan toepassen. Ja, ja. Het is ook echt bedoeld voor videoconferencing. Dus er is ondersteuning ingebouwd voor Link. Dat is Microsoft zakelijke VoIP systeem. Ja. Dus als je dat hebt geïnstalleerd, kan je echt met een druk op de monitor kan je bellen. Nou, hartstikke handig. Verder zit er nog aan de zijkant hier een USB 3 laadpoort die 1,8 ampère kan uitleveren. Ja. Zodat je je smartphone kan opladen en nog een gewone USB 3 poort. Ja. Dus ja, het is een heel compleet product. Ja, en dan de resultaten van het scherm aan zich. Ik zei het al, eigenlijk al die 21 staat tot 9 schermen. We hebben er volgens mij wel minstens 10 getest, maar ze zijn stiekem allemaal gebaseerd op één en hetzelfde LG-paneel. De aanstuur kan uiteraard wel veranderen, verschillen. Maar het paneel zelf is iedere keer hetzelfde. Ook hier hebben we weer opnieuw van doen met dat bekende LG-paneel. Ja, dit is inderdaad exact hetzelfde AHIPS-paneel van LG Display. Wel echt met heel andere aansturing. De testresultaten verschillen dan ook wel wat van alle andere schermen. Dat zal je ook wel zien in de review wanneer die online komt. Ja. Maar in grote lijnen is het gewoon prima kwaliteit. De kijkhoeken die zijn bijvoorbeeld heel behoorlijk, maar de standaard kleurtemperatuur die is toch wel erg aan de hoge kant. Ja. Het meest opvallende bij dit scherm, en daar zie je echt aan dat het een zakelijk scherm is, is dat de responstijden echt verschrikkelijk slecht zijn. Ja. En dat is gewoon duidelijk, hebben ze daar de aansturing niet op getuned om dat te krijgen? Nee, dat was duidelijk geen prioriteit. Ja. Terwijl wel bij de 21 staat tot 9 schermen die we hebben getest, er zitten er wel een paar tussen waar je gewoon capabel op kunt gamen. Ja, er zijn er wel een paar, maar die schieten dan vaak op andere punten wat tekort. Het is toch wel opmerkelijk dat bij deze beeldverhouding het blijkbaar lastig is om dat scherm echt helemaal goed aan te sturen. Ja, ja. We hebben dat bij die Dell toen gezien, die we een award hebben gegeven, die kwam er toen het best uit. En de rest was, overal valt wel iets op aan te merken. Ja. Maar bij dit scherm is op zich alles is in orde. Het contrast is een beetje aan de lage kant. Helderheid is prima. Alleen de responstijd en input lag, dat is echt dramatisch. Ja. Daarnaast is ook het stroomverbruik iets hoger dan de meeste vergelijkbare modellen. Maar gezien de extra features is dat te verklaren. Op zijn minst te verklaren, ja. En dan de prijs van al die extra features die erin zitten. Ik bedoel, dat kost natuurlijk extra hardware. Dus aan de kostenkant heeft Lenovo nadeel. En dat wordt natuurlijk wel doorberekend aan de koper. Ja, je betaalt iets van tussen de 50 en de 70 euro extra. En ik moet zeggen dat dat voor de features... In vergelijking met de concurrentie. Dus ja, je hebt het over 570 gemiddeld. Terwijl de meeste van deze schermen heb je wel voor 500 of iets minder. Vanaf prijs is voor de allergoedkoopste modellen is iets van 400. En deze heb je vanaf ongeveer 500. Ja. Dus ja, hij is wat duurder. Ik moet zeggen, gezien het feit dat hij op de zakelijke markt gericht is. Met de nodige garantie en extra features komt. Vind ik het eigenlijk wel meevallen. Goed, en een uitgebreide review van die Lenovo ThinkVision vind je binnenkort op de site. Dit was Hard Info TV. Vergeet het niet, we zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Echt een betere keuze. Ja. Maar dit is inderdaad draagbaar wat je zegt voor presentaties. Maar Asus zelf op een website zegt ook van voor gaming bijvoorbeeld. Of om met z'n allen een voetbalwedstrijd te kijken met vrienden. Ja. Waar je dat ding gewoon echt meeneemt, neerzet, meteen gaan. Want er zit ook audio in bijvoorbeeld. Ja. Nou, laten we ze allebei maar even aflopen qua specificaties. Laten we de kleine beginnen. Dat is de S1. Qua ontwerp...